Mijn naam is Henny Plat, ik ben bestuurder bij FNV en ik ben als bestuurder werkzaam in de sector afbouw en onderhoud en eerste onderhandelaar voor de Natuursteen-CAO. De projecten van Mondiaal FNV in India samen met FNV-sectorbouw en de lokale Indiase vakbonden zijn bedoeld om de natuursteengroeven kinderarbeid vrij te maken, dus kinderen uit de groeven. Als je daar de kinderen ziet, dan word je daar gewoon niet goed van. Ik heb een onderwijsachtergrond en ik vind dat kinderen op school horen aan een toekomst moeten kunnen bouwen in plaats van onze aanrechtbladen uit te hakken. Kinderen die in die groeves werken, die hebben om te beginnen geen jeugd en geen toekomst, want ze kunnen geen opleiding volgen. En verder zie je dat ze vaak op hele jonge leeftijd eigenlijk lichamelijk al op zijn. Ik heb mensen gesproken van 5, 26 jaar. Die als 12, 13-jarigen in het verleden begonnen zijn in de groeven. Die stoflongen hebben en waarvoor het leven eigenlijk een aflopende zaak is. Juist omdat ze zo jong begonnen zijn met werken. En dat moeten we niet willen, want je wil als consument toch geen keukenblad waar bloed aan kleeft. Als consument in Nederland kun jij aan je leverancier vragen of hij in zijn keten van natuursteenproductie wil controleren dat er geen kinderarbeid aan de productie van jouw keukenvloer of jouw keukenblad of je badkamer te pas is gekomen. De lokale partners van Mondiaal FNV in India zijn de lokale Indiase vakbonden. En die zijn dus onze partners om de kinderen uit de groeven te halen. Maar ook betere arbeidsvoorwaarden af te sluiten, zodat kinderarbeid niet nodig is voor het gezinsinkomen. Het project loopt inmiddels een ruime 15 jaar en we zijn erin geslaagd om zo'n 95% van de kinderen in de schoolbanken te krijgen. Die werken dus niet meer in de groeves, maar volgen een opleiding. En wat dat betreft is het dus een groot succes, want dan hebben we het over meer dan 10.000 kinderen.